U kent die uitdrukkingen wel. Snoep verstandig, eet een appel. Of an apple a day keeps the doctor away. Nou, dan zitten we goed, want dit weekend is het eerste kistje appels van de nieuwe oogst geveld. En volgens wetenschappers is een appel hartstikke gezond voor je. Van de zomer kwamen ze met een onderzoek over appels. Eet er 2 per dag en je cholesterol zakt met 10%. Maar zijn appels werkelijk zo gezond? Bram de Waal zoekt het uit. Stevig. Lekker appel. Sappig. Even kijken, welke appels heb je allemaal? Ik heb een Knin-Smit zuurappel. Ik heb een zoetappel, de Futsi. Of voor de appeltaart of de appelmoes. Haal het erin. Appels, populair fruit op de markt. Europees onderzoek naar de vrucht leidt deze zomer tot ophef. 6,40 euro bij elkaar, alsjeblieft. Ja. 200 wetenschappers komen na jaren van research tot een op het eerste gezicht voorspelbare conclusie. Appels zijn supergezond. Dankjewel. Dankjewel. Kosten van het onderzoek 14 miljoen euro. De VVD vindt het weggegooid geld. De boodschap van het rapport, 2 apples a day, keeps the doctor away. Maar maakt het eten van appels je eigenlijk wel gezonder? En wat onderzoeken jullie hier precies? Nou, we hebben... Bij de Universiteit Wageningen denken ze van wel. We hebben net een groot Europees project gehad, waar onze collega's uit Denemarken hebben gevonden dat appels, regelmatige appels eten, en dan hebben ze het over 2 tot 4 per dag, echt cholesterolverlagend werkt. Dat zijn echt goede eigenschappen van appels. Dat Europese onderzoek waaraan u heeft meegewerkt heeft als doel om de consumptie van appels uiteindelijk te verhogen. Moet je dan niet ieder onderzoeksresultaat wantrouwen? Wat ons betreft niet. Want wij zijn ervan uitgegaan dat appels gezond zijn, of fruit gezond is. En dat we daarom de consumptie willen vergroten. Dus dat is op zich alleen een goed uitgangspunt, denken wij. Snoep verstandig, eet een appel. Kent u hem nog? Een populaire slogan uit de jaren 70. Bedoeld om gebitten van kinderen gezonder te maken. Snoep verstandig, eet een appel. Iedere hap klinkt als een zoen. Kijk die kleine op zijn fiets zien. Zelfs de smeders gaan het doen. Kijk opa op zijn bankie. Mensen maken niet de sappel. Eet een appel in de zon. In de zon of niet, het eten van 2 tot 4 appels per dag kan je cholesterol volgens de onderzoekers dus flink verlagen. Dat klinkt goed. Maar klopt het wel? Voor het antwoord op die vraag eerst maar eens naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen, wij komen voor professor Martijn Catan. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat ze dat hard kunnen maken. Er is heel veel onderzoek naar fruit en cholesterol. En ik denk dat het niet meer dan een effect van 1% of 2 is, het effect van 2 appels. Nou zeggen die Europese onderzoekers, het eten van 2 appels per dag werkt 10% cholesterol verlagend op je bloed. Hoe komen ze daarbij? Nou, ze hebben een studie bij ratten gedaan, maar ratten zijn natuurlijk geen mensen. Ze beroepen zich op een paar hele oude Ierse studies, maar die zaten heel slecht in elkaar. En op een studie die nog moet verschijnen, dus wie weet is dat een wonderbaarlijke studie, maar die zijn er niet zoveel. Tja, dus niet zo cholesterol verlagend als gedacht. Maar is de appel wel gezond dan? Als je kunt 4 appels op een dag eten, en dan heb je nog minder calorieën binnen dan van 1 zo'n snoepreep. Dus als je trek hebt en je neemt een appel, dan word je niet dik. Maar verder zit er niet heel veel in. Er zit minder vitamine C in dan in aardappels. En dan zit er een beetje kalium in, dat is goed voor je bloeddruk, maar ook niet heel veel. Een beetje vezel, maar toch minder dan in een volkoren boterham. Dus verder zit er niet zo vreselijk veel in. Eet u ze vaak? Ja, zeker. Ja. Zelden tot nooit. Maar dat is toch hartstikke gezond? Dat zeggen ze, ja. Nee, nooit. Nee. Maar bij je wel. Ik ben meer een bananenman. Gemiddeld eten we 22 kilo appels per jaar. Dat zijn ongeveer 120 stuks. De vruchten worden niet het hele jaar doorgeplukt. De oogst duurt maar een paar weken en is net begonnen. We zijn nu bezig met het oosten van de Nederlandse elstar. En we telen op dit bedrijf telen we zeg maar 300 ton. En rond 80 ton conference. En een 80 ton bionengold. Zo. En ik zou zeggen, proef er een. Lekker. Nou, dat is wel ontzettend vers.
Nou, het is vers als dit, we kan het niet. En wat maakt zo'n verse appel nou zo gezond? Gewoon de natuurlijke bouwstoffen, zoals natuurlijke suikers. Of je dus ouder wordt, dat zou ik niet durven te beweren. Maar sowieso natuurlijk 2 appels per dag is natuurlijk beter, of dat is natuurlijk gezonder als 3 of als 2 repen chocola. Dat is simpel. Maar houden we, zoals de onderzoekers zeggen, met de appel ook de dokter op afstand? Leven we echt langer als we iedere dag een paar appels eten? Als je zeg maar kijkt naar puur het eten van 2 appels en als je daarnaast een heel ongezond voedingspatroon erop nahoudt met weinig beweging, dan kun je die dokter niet away houden. Dus, Als je goed mikt, hè, dan blijft hij wel weg. Ik vind het heel kort door de bocht, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Als health coach adviseert Tessa mensen op het gebied van voeding. Welk fruit moeten we volgens haar eten? 66-6. Nou, het liefst rood of blauw fruit. Want rood en blauwe vruchten bevatten heel veel antioxidanten. En die zijn weer preventief tegen kanker. En bevatten een heleboel gezondheidsbevorderende eigenschappen. Wordt de appel overschat? Nou, fruit in het algemeen wordt op een heel hoog voetstuk gezet. Zo van, als je maar fruit eet, dan kan je nooit meer iets gebeuren. Dat is een beetje overdreven. Fruit is gezond, maar je hebt meer dingen nodig. En alleen maar fruit is niet echt de sleutel tot je gezondheid. Kortom, blijf dus lekker appels eten. Maar verwacht geen wonderen. Als die niet eens, dan ga ik me ook gelijk afvragen of dat van die antioxidanten wel klopt. Ja, wat klopt er niet? Ja, volgens mij laat je heel makkelijk of graag ook dingen wijsmaken. Nou ja, wat interessant is dat we hier verschillende wetenschappers aan het woord krijgen. Eigenlijk 2, die elkaar tegenspreken. Ja, aan wie moet je dan geloven? De wetenschapper, die baseert zich op feiten, ja, toch? Maar, zeker, ja. Maar we hebben hier 2 wetenschappers, ja, die zich allebei baseren op feiten. En dat zien we natuurlijk steeds vaker. De ene dag lezen we in de krant dat 1 glas rode wijn heel gezond is. De volgende dag wordt dat door een andere wetenschapper weer tegengesproken. Ja. En ja, wat je dan kunt doen is, de volgende stap, dat heb ik ook gedaan, is dat onderzoek er even bij pakken. Echt waar? Jij bent helemaal gaan lezen? Ja, dat is de volgende stap. Heel goed. Martijn Catan komt bijzonder geloofwaardig over. En hij heeft inderdaad 2 belangrijke punten. Die ratten, dat viel mij ook meteen op. Ik denk, hé, wij zijn toch mensen? En het tweede punt, dat heeft hij nu geloof ik niet genoemd, maar dat is dat het onderzoek ook, behalve door de Europese Unie en door de overheid, ook gesubsidieerd wordt door de appelfabrikanten. Dus ja, dat maakt het al helemaal wankel. Maar hij vertelt toch niet het hele verhaal. Want in het onderzoek staan ook wel veel andere interessante uitkomsten. Appels worden bijvoorbeeld ook vergeleken met ander fruit. En dan blijkt dat zwart en rood fruit, wordt dat genoemd, heel erg goed zijn. Nog beter dan appels. Dat wist dat ik niet. Dat wat de health coach ook zei, ja, net. En dat, ja. Kijk, ja, daar heeft de appelfabrikant niet zoveel belang bij. Dus daarom hebben ze dat waarschijnlijk ook niet in die tagline gezet. En iets wat ik ook heel interessant vond, was dat er ook onderzocht is hoe fruitbeleving is in verschillende landen. Onder andere in Latijns-Amerika, in het Midden-Oosten. En dan blijkt eigenlijk dat die gezonde appel ook iets heel erg Nederlands is. Ja, appeltje is echt Over die hele campagne. Deze fruitbeleving is ongelooflijk Nederlands. En dat vond ik ook wel een interessante uitkomst. Maar dan nog, mensen eten graag appels, hebben ook het idee dat het gezond is. Maar willen natuurlijk ook denken dat het gezond is. En wat je krijgt is, als 2 wetenschappers elkaar tegenspreken, dan uiteindelijk, hoe laat je dan leiden? We hebben dan kies je eigenlijk voor degene die je geloofwaardig vindt. Bijvoorbeeld Danny de Munk We Trust. En ja, Danny is precies even oud als ik. En hij heeft mij iedere dag aan die appel gekregen. Ja. Dus dat zijn dan natuurlijk de eierkoek van Sonja Bakker. Precies, Sonja Bakker, Danny de Munk. Dat worden onze gezondheidsleiders, zou je ze bijna kunnen noemen. Daar gaan wij dan op af. Okay.